Nou, mijn toekomstvisie is wonen in een dorp waar ik ben opgegroeid. Wonen met al mijn vrienden en vriendinnen en familie en kennissen. En mijn kinderen laten opgroeien met hun kinderen. Een deel van het ouderlijk bedrijf overnemen en niet 10 kilometer verderop wonen. In een stad of in een dorp waar ik in principe niks te zoeken heb. Huizen bouwen in Borkel, in de Webels, in Begijk. Overal in de kleine dorpen. Valkenswaard is de stad geworden. En we willen graag, ja, net als vroeger, gewoon opgroeien met je hele gezin. Iets meer op het platteland. Mijn kinderen met hun kinderen. En lekker dicht bij mijn ouders en mijn schoonouders wonen. Ja, wat willen wij veranderd zien in Valkenswaard? We willen die nieuwe N69 open. Ja, ja. En ja, dat we gewoon later op stap kunnen. Langer. Ja, langer. Dat is altijd beter, toch? Jawel. Tot 4 uur muziek. Ja. Ik wil namens VSC Valkenswaard even doorgeven dat ik heel graag zou willen 2030 een mooie hal voor de club is aanwezig. Heel graag. Want het is echt nodig. Ik heb vernomen dat er bij de Valk misschien die tijd een heel mooi complex staat. En dan hoop ik samen met andere verenigingen daar in ieder geval een thuishonk te hebben. Ik vind het heel belangrijk voor Valkenswaard. Niet in 2030, misschien iets meer dichterbij. Deze, één bus naar het ziekenhuis in Veldhoven. Want sommige mensen hebben geen auto of zijn oud. Of geen fiets, of kunnen niet fietsen. En is geen verbinding. Een makkelijke verbinding van Valkenswaard naar Veldhoven. Aankomen in het ziekenhuis. Ik vind het heel belangrijk. Nou, mijn idee voor de toekomst is dat er in 2013 eindelijk weer een manege in Valkenswaard komt.